verder. Leeuwen, tijgers, een beer en een jaguar. Deze wilde dieren waren allemaal ontsnapt uit een Duitse dierentuin. En stress voor Nederlandse fans van de Zuid-Koreaanse boyband BTS. Ze probeerden concertkaartjes te scoren. Dit en meer in het NOS Jeugdjournaal. Spannende dag voor fans van de beroemde boyband BTS. De kaarten van hun concert in Amsterdam gingen in de verkoop. Maar binnen een paar uur was er geen één meer te krijgen. En dat zorgde voor veel stress bij de fans. Nou, ik dacht gewoon, ik probeer het met elk ding. Toen heb ik mijn computer opgestart en ik heb van beneden laptop gehaald en mijn telefoon. Sarah van 14 zet zich schrap achter haar bureau. Ze moet en zal kaartjes bemachtigen voor het concert van BTS. Ik denk dat ik op een gegeven moment echt half moest huilen, gewoon omdat het niet goed ging en ik zo er graag kaartjes wilde. Net als bij duizenden andere Nederlandse fans gaat het niet goed. De kaartjes zijn snel uitverkocht en Sarah grijpt er net naast. En dan staat er op Twitter dat het uitverkocht is en dan heb je van nee, dat kan niet. Het is gewoon heel veel verdriet en stress en... ja, misschien ook een beetje boosheid en zo. Het gaat dus allemaal om de jongensgroep BTS. Een K-pop band uit het Aziatische land Zuid-Korea. Nee, dit is echt niet normaal trouwens. 123 miljoen keer bekeken. Manja Koetsen weet veel van K-pop en snapt wel waarom het zo populair is. En terwijl onze ouders of de wat oudere mensen veel meer keken naar Amerika en Engeland, kijken de kids van nu eigenlijk veel liever naar wat er in Japan of in Korea of in China gebeurt. Want ja, dat is toch de toekomst. RM, J-Hope, Suga en Jin. Je hebt Spring Day en het gaat over heel ver weg zijn van iemand waarvan je heel veel houdt. En dat is wel hele mooie tekst en zo. Hoe zing je dat dan mee? Het gewoon er gewoon mee... mee proberen te zingen gewoon. Wat er in Korea aan de hand is, is dat je hele goede muziekbedrijven hebt die precies weten wat de fans willen. En voor nu is het voor Korea echt een exportproduct geworden. Net zoals dat wij in Nederland heel goed zijn in kaas maken, zijn ze in Korea, Zuid-Korea, heel erg goed in goede popbands maken. Maar een concertkaartje is wel heel duur. Tussen de 60 en 250 euro kosten ze. Want ik vind voor iemand die helemaal uit Azië komt en best wel bijzonder zijn en echt nog nooit in Europa zijn geweest, vind ik het wel te doen. Voorlopig zit dat er voor Sarah dus even niet in, maar ze blijft hopen. Ik hoop dat er vanavond nog opeens misschien op een of andere manier kaartjes beschikbaar zijn. Of dat er nog radiostations zijn die zeggen van hey, we hebben kaartjes, bel nu. En dan ga ik dat proberen natuurlijk. En anders ga ik wel kijken, want er is nog beschikbaar in Duitsland. Dus... misschien, wie weet. Ja, het concert is in oktober en er wordt gefluisterd dat er misschien nog een tweede concert komt.